Yo, het is alweer vandaag met een nieuwe update video. Deze keer geen commentary. Je weet, ik heb een paar dagen geleden iets gekocht genaamd Control Freaks. En ik vind dat het tijd is voor de review. Eerst en vooral, ja, het gaat een snelle, kleine, korte video's zijn, zoals je hier kunt zien, voilà, in mijn raam. Even snel op de computer en dan is het afgerond. Dus de review over de Control Freaks op Xbox 360, Neo PlayStation. Ik denk dat dat al bekend zelden is. Dus wat doet dat voor mij? Ik ben een 4-sense player, dus ik speel op 4-sensitivity. Dus voor mij heeft dat eigenlijk alleen maar met een aim fucked up gedaan. Dus helemaal de kloten, gelijk dat ze zeggen. Zo heb ik gedaan. Ik heb er letterlijk 1 uur mee gespeeld. Ik heb het echt verschillende kansen gegeven van oké, nu is het goed, nu is het goed. Nee, dat bleef niet goed. Ik heb ze eraf gedaan, dus ik ga er niet meer mee spelen, nooit meer mee spelen. Het is genoeg. Ik word zot van die dingetjes. Ten eerste, dat is niet met een controller dat ik elke keer gebruik. Deze is met batterij. Degene dat ik elke keer gebruik is een zwarte. Normale concave met draad. Dus niks speciaals. Scuf, ja, in afwachting. Dus voilà, zoals je hier kunt zien. Wat is het probleem met mij? Ik speel op 4-sense. En je ziet al meteen, mijn duim ligt veel hoger. Dus ik weet niet, dat voelt raar. Ik ga een voorbeeld geven. Als ik schiet, hup, en ik wil naar rechts, dat blijft precies steken. Dat blijft steken. Dat is niet soepel. Ik weet het, dat is misschien goed voor hoge sensitivity players. Gelijk sensitivity 10 of zo. Maar dat heb ik ook geprobeerd. Maar dat hielp niet, want ik ben geen hoge sens player. Ik hou het liever laag. Mijn aim on the point, sharp. Gewoon zoals het moet. Ook al schiet ik soms naast, maar kan ik niet anders doen. Dus voilà. Wat doet dat bij mij? Niks. Mijn aim strafe niet goed. Dus dat blijft steken. En zoals ik al heb gezegd, het is niet goed. Dus persoonlijk, mannen, excuseer, dat is echt mijn persoonlijke mening. Dus als jij dat wilt kopen, ja, doe het dan, test dat. Maar nee, voor mij is het niks. Wat ga ik hiermee doen? Ja, een nul weggeven, hè. Deze ding, ik heb er letterlijk 1 uur mee gespeeld. Dus het is inderdaad nog nieuw bekend. Ja, daar zal ik nog wel eens een video over maken. En de winnaar van dat spelletje, dat komt op mijn Facebookpagina. En hiermee ga ik de video sluiten. Dus social media links in de descriptie. Ja, Facebookpagina voor de winnaar. En voor de rest, deze was de boss. Yo!